Okay. Iemand iets te melden. De helft, het valt mij bij mezelf altijd op als ik lang moet luisteren, dat ik enorm zit te vechten tegen mijn slaap. Okay. Don't. En toch weet ik dan niet hoe ik daarmee om moet gaan. Gewoon het laten gebeuren, laat het lichaam het maar regelen. Als het lichaam zegt rust, val in slaap, let it be. Wat is er mis mee? Ik wil weten wat ik daar dan aan kan doen. Ja, maar dan ga je ervan uit dat er iets verkeerd is. En even de hele simpele thema van deze fantastische middag. Reality is never wrong. Dus als het lichaam zoiets heeft van... Dat is mooi, al dat praten over ontwaken. Ik ga lekker ditje doen. Blijkbaar ontspant er iets en heeft het systeem rust nodig. Misschien ben je moe. Dus... Waarom niet gewoon de dingen laten toestaan te gebeuren zoals ze willen gebeuren? Ja. Dus slaap lekker. Gewoon toestaan dat het leven zich leeft. Cool. Oké? Is dit, maar ik wil dat. Heel veel mensen die zitten vol, die bodymindjes met vermoeidheid, omdat we de hele tijd tegen wat er is zitten aan te duwen. Iets wil niet, ik ga het toch proberen. Iets geeft niet mee, dan ga ik harder duwen. In plaats van het geeft niet mee, oké. Dan niet. Ga ik even een dutje doen. Street 6 op, man. Als we de vraag, wat doet de satsang met jou als jij die zo geeft? Dat gebeurt niet zo wel. Dus er is meestal na afloop vreugde. Ja, het is leuk. En een soort van vermoeidheid, want het is intens om met een hoop mensen te zijn. Maar het... brengt verder of verandert niks. Ja, financieel. Want in feite wordt er alleen maar een soort ondertiteling gegeven van wat er gewoon wordt gadegeslagen. En de verwondering is altijd, dat zei ik tegen Hans er straks, van ja, ik snap gewoon niet wat er aan is eigenlijk. Omdat ik net zo goed zou kunnen zeggen van tegen jullie van, hé, hoe is het nou om verlicht te zijn? Want verlichting, zou ik maar zeggen, is wat je bent. Je bent ook een truth machine. Je ziet en voelt alles. En dan doen we net alsof ik het beter weet of zo. Terwijl jij bent dat ook. Ik zie dat ineens komen. Dus het is apart. Klinkt ook ergens als heel neutraal. Ja. En
is er nooit iets tijdens je werk, want dit is je werk, hè, dat aanraakt bij je? Kun je daar iets meer over zeggen? Dat je er vol van raakt, of dat je er heel druk van voelt, of dat het je bezighoudt daarna. Klinkt het dat het heel neutraal is en is het geweest en is het geweest. Ja. Zo was het niet altijd. Ik herinner me de eerste paar jaar dat satsang plaatsvond. Dat dat enorm vermoeiend was voor het systeem en dat ik heel sterk de indruk had, het is allemaal voor mij. Ik zit op satsang. En als er dan een ander nog iets aan had, was dat mooi meegenomen. Maar Hansje had de indruk dat hij de hele tijd teaching kreeg. En hij zat ook te proberen het goed te doen nog en zo. En nu is het gewoon, ja, ik weet het niet, gewoon ontmoeting. En ik ben ook heel blij overigens dat er aanhaken noemde je het, hè? Dat dat dus niet meer gebeurt, ook in één-op-één situaties, meer nog dan dit. Dan vertellen mensen mij dingen over hun leven en nou, soms is dat gewoon een horror show, dingen die gebeurd zijn. Als ik dat iedere keer allemaal zou moeten verwerken of whatever, weet je wel. Dus ik ben er helemaal bij op het moment dat die ontmoeting plaatsvindt en daarna is het weg. Ik weet het wel. Zoals ik zo iemand weer zie, weet ik dat wel. Maar het is geen belasting of iets dergelijks. Neem het werk niet mee naar huis. En dat is heel fijn. En welke helderheid heb je daarvoor gekregen? Pardon? Welke helderheid heb je qua inzicht daarvoor gekregen? Om dat zo neutraal te laten zijn. Ik zag ooit in dat, wat ik net zei in het begin, dat er van die vermoeidheid was. Na een weekend bijeenkomst bijvoorbeeld, of whatever. Dat er hier te veel een involvement bij de ander. En dat werd ingezien en toen verschoof er iets, ik weet niet wat. En toen was dat weg. Dus kon ik wel 100% aandacht hebben en er helemaal bij zijn. Maar ik pakte het niet, ik maakte het niet van mij. Dus er zat iets te veel dat helpersgen in. Ik denk dat die uitgezet is of zo. Dus er is niet meer helderheid? In dit ding wel, ja. Ja. Op het niveau van zien hoe het zit, zou ik maar zeggen, niet. Dat is gewoon een en hetzelfde, onveranderlijk. Maar wat ik doorwerking heb genoemd in die body-mind, ja. Dat zie je langzamerhand orderen of iets dergelijks. Dan vallen dingetjes uit. Ja. En het leuke is, dat is een volautomatisch proces. Dat doe je niet. Het gebeurt. Maar andersom is het niet neutraal, hè? Ik ervaar dat zodra jij fysiek in de buurt bent, dat er iets bij mij in trilling wordt gezet. Dat ervaar ik wel. Ja, ja. Dat hoor ik heel veel. Ja. En dan vragen mensen mij, wat ervaar jij dan? En dan moet ik tot mijn schaamte bekennen. Niks. Dat snap ik heel goed. Ja. En waarom dat is en zo weet ik ook niet, maar nee. dat gebeurt. Ja. Ja. Die helderheid, kan die dan minder worden als je te betrokken bent met de ander? Nou, dat was vroeger in ieder geval het geval. Ja. Dus ik denk dat dat ja, dat is een sluier. En blijkbaar had ik die niet door en kreeg ik dat wel door. Ik zat te veel mijn best te doen en te veel die anderen te willen helpen. Of je moet dat nu begrijpen, of weet je wel. Ja, nu is het gewoon van, het wordt aangereikt en
ik ga er helemaal niet over of dat bij jou of jou of jou iets doet of niet. Of, dat is eigenlijk mijn zaak helemaal niet. Plus er is nu... Er is al meer afstand dan. Nee, meer ruimte zou ik zeggen. Want in feite, alles wat ik van jou wil, ook als ik jou wil helpen, belemmert de boel. Het maakt het kleiner. En ja, ook voor de ander. Ja. Als ik denk dat er iets mis met jou is, dan denk je zelf wel, weet je wel. Of tenminste, ja, misschien niet hopelijk, maar heel veel mensen denken dat ze niet deugen ergens. Nou, als ik daar bovenop duik, bevestig ik eigenlijk, ja, er is iets mis met jou hoor. Maar er is helemaal niks mis. En we kunnen het in vrijheid gewoon hebben, overal over, en kijken of dat in die helderheid kan komen. En dan kan er iets ontdekt worden door die of die of die, misschien niet eens degene die ik... waar ik een interactie mee heb, waar iemand anders die erin zoiets heeft van, hey, dat kwartje was voor mij. Cool. En ik weet ook helemaal niet wat goed is, of wat beter zou zijn voor hem of haar. Dat is wel duidelijk. Dan zit je te oordelen. Ja. En te doen alsof je een toekomstvoorspeller bent. Ja. Ik kan dat niet. Dat is ook mooi. Ja, maar dat zijn wel de mechanismes waarop het ik heel vaak functioneert. Oeh, als er maar niet dit gebeurt, want dan zal er straks wel... Hé? Kun je de toekomst kijken dan? Echt? Kun je alle variabelen overzien? Ik niet.